Hoi, Rianne hier. In deze video wil ik het met jou hebben over omring je met de juiste mensen. En er wordt niet voor niks gezegd dat jij het gemiddelde bent van de 5 personen met wie je het meest omgaat. En daarom is het heel waardevol om te kijken van oké, met welke personen omring ik mij nou het meest? Want dat kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van je leven. Hoe jij als persoon in het leven staat, misschien wel de groei van je bedrijf, wie jij bent als ondernemer. Dus op meerdere vlakken is het van invloed. En wanneer je bijvoorbeeld ook kijkt in het dagelijks leven, zie je bijvoorbeeld ook dat de ene vriendengroep die zit ieder weekend in de kroeg om alcohol te drinken en die sporten niet. En misschien dat jij wel mensen kent in jouw omgeving die bijvoorbeeld superveel klagen, altijd dingen heel negatief bekijken, maar eigenlijk mensen om zich heen hebben die precies hetzelfde doen. Dus in die zin trekken ook bepaalde mensen, trekken dezelfde personen naar zich toe. En zodra je je daar bewust van bent, kan er echt een wereld voor je open gaan. En kan je veel bewuster gaan kijken van oké, naar welke mensen luister ik nou eigenlijk? Van welke mensen neem ik advies aan? En dat kan zowel in het dagelijks leven zijn, maar ook vooral binnen jouw bedrijf, voor jou als ondernemer. Wanneer jij binnen jouw bedrijf bepaalde stappen wilt gaan zetten, is het misschien niet heel verstandig om naar de mensen te gaan luisteren die er misschien wel helemaal geen verstand van hebben. En dat wil niet zeggen dat je die mensen niet aardig vindt of dat je niet graag met ze praat. Alleen op bepaalde vlakken kan het niet handig zijn om bepaalde dingen met hun te delen of om advies te gaan vragen. En ik heb daar zelf wel een mooi voorbeeld van uit mijn eigen praktijk. Ik heb me recent aangemeld voor een opleiding. En op het moment dat ik dat deed, heb ik het met een aantal mensen gedeeld uiteraard. Want ik was enthousiast en ik wilde het graag aan andere mensen vertellen. Alleen ik was me op dat moment wel heel bewust met wie ik het ging delen. Omdat ik ook wist dat er mensen in mijn omgeving zijn die zo'n keuze misschien niet snappen. Die het niet begrijpen. Die zeggen van zou je dat nou wel doen? Is het niet te duur? Dus die eigenlijk met allerlei bezwaren komen die wellicht invloed kunnen hebben op mij. En omdat ik me er nu zelf bewust van ben, kijk ik daar anders naar en weet ik dat ik daar niet naar hoef te luisteren. Maar toch zie je wel heel vaak het gebeuren dat je wel beïnvloed kan worden door de mensen om jou heen. Dus wat ik vandaag aan jou mee wil geven is ga eens kijken hoe dat bij jou zit. Naar welke mensen luister jij? Bijvoorbeeld binnen jouw bedrijf, wanneer je bepaalde keuzes wilt gaan maken, wanneer je bepaalde stappen wilt gaan zetten. Met welke mensen omring jij je? En met name de 3 tot 5 personen met wie jij het meeste contact hebt. En wanneer jij misschien merkt van ik zou wel wat meer gelijkgestemde om me heen willen hebben. Zou je als ondernemer bijvoorbeeld ook kunnen gaan kijken van waar vind ik die mensen? Misschien wil jij wat vaker naar een netwerkborrel of een ondernemersontbijt. Of leuke events opzoeken waar je met andere ondernemers zou kunnen praten. Waar je ervaringen kan uitwisselen. Dus die wilde ik aan jou meegeven vandaag. Kijk goed met welke mensen jij je omringt, van welke mensen jij advies aanneemt, naar welke mensen jij luistert. Want dat kan echt een enorme impact hebben op jou als persoon, op je leven en op je bedrijf. Dit was hem voor vandaag en tot de volgende video.